groot nieuws vandaag in de Telegraaf. Joran van der Sloot bekent de moord op Natalie Holloway. Hij zou samen met haar naar het strand zijn gegaan. Hij wil intimiteit, maar zij niet. Er ontstaat ruzie en hij barst in woede uit en vermoordt haar. De details komen vandaag allemaal voorbij in de rechtbank. Maar hij heeft in ieder geval schuld bekend. En dat schrijft John van den Heuvel groot in de Telegraaf. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor de nabestaanden. Denk jij dat hij dit keer de waarheid heeft gesproken? Een bizarre afloop van een bizarre zaak uit 2005.